12 juni. 12 juni is een dag waarin je eigenlijk heel zonnig begint. Je bent vol vrolijkheid en positiviteit. Die dag kan eigenlijk niet kapot voor jouw gevoel. Maar zo halverwege de dag begint de tij al te keren. En ga je merken dat die dag eigenlijk helemaal niet zo lekker verloopt als dat jij aanvankelijk wel dacht. Want het is een dag met veel tegenslagen. Veel pech, veel dominantie, veel chaos ook. Veel dingen gaan niet door vandaag. Je wordt op het verkeerde been gezet. En het kan zomaar tot ruzie leiden, want communicatie die zal te kort door de bocht zijn. Met te weinig woorden ontstaat er een onbegrip in de communicatie. Die kan leiden tot een soort ruzieachtige situatie. Deze dag vraagt er zeker ook om op te letten in het verkeer. Goed bij de les blijven, goed opletten. Want voor je het weet, dan heb je of een bekeuring of een botsing. En deze dag is eigenlijk het beste aan te kunnen door grenzen te stellen en door je humor te gebruiken om de situatie aan te kunnen. Zelfacceptatie, ook van belang. En de beste manier om dat te doen is de controle loslaten en grenzen te stellen. Gewoon luisteren naar moe is moe en dan heb je rust nodig. En dat doe je door grenzen te stellen, door nee te zeggen. Dat is de bedoeling van 12 juni. I'm going on the 12th day of June. Now is 12th day of June. That is the 8th. That's a very nice card today. It's the card of loving. The coffin. The coffin changed our life. The people say the coffin is the end of life, but it's not the end of